Deze nieuwsuitzending die gaat over de antichrist. En dat is een heel erg belangrijk te begrijpen begrip. Je moet weten wie de antichrist is. De antichrist, dat is de tegenhanger, de antagonist van een figuur en die heet Christus. En dan kan je denken, wat is er nou belangrijk aan Christus? Ja. Zullen we even kijken? Ik heb het geluid, dat maakt ook helemaal niet uit. Kijk hoor, wie deze is. Die man hier. Dat is de antichrist. Dus als je wil weten wat het belang is van Christus, moet je vooral kijken naar die mooie paarse jurk van hem met die gouden dingetjes eromheen. Dat hebben ze van Christus Jezus weten te maken. Deze mensen hebben een zaak gemaakt, een business, een geld verdiend aan Christus Jezus. Nou, waarom kan dat? Ik geef je 10 seconden om erover na te denken. Hoezo kan je geld verdienen aan het woord van iemand? Tik-tok, tik-tok, gaat de klok. Nou, het antwoord is, dat woord was waar. Iedereen geloofde dat. Dat wil zeggen, de mensen die konden lezen en rekenen. En daarom hebben ze dat van ons ingepikt. En die gekke dingen gedaan. Hier zie je hem ook. Ik kan hem even aanklikken. Dat is een mooi fotootje. Even kijken waar die afbeelding zit. Komt er zo aan. Ik vind hem wel. Even kijken waar hij zit. Ja, hier kan je het ook even over hebben. Hier zie je de vlag van het Vaticaan. Met 2 sleutels. Een zilveren sleutel. En een gouden sleutel. Het Vaticaan wil de baas zijn van het goud. Dat is het geloof. En van het zilver. En dat is het geld. Ja, dat is leuk dat ze dat willen. Ik zou het zelf niet willen. Ik weet niet waarom ik dat nodig zou moeten hebben. Als je nou dat leuke plaatje van de paus. Kom op. Zit hij nou? Zit hij helemaal in het begin of zo? Je kon hem net, kon je hem zien. Ja, oké. Heeft die vlag. Lalala. Toeterde toeterde toet. Nou. Ja, er schiet helemaal voor geen meter op. Oké, jammer. Even kijken nog een mooi plaatje heb van de paus. Ja, hier is hij. Dit is hem toch gewoon. Dan kan ik dat niet uitvergroten. Doe ik nou. Kun je dat ook zien? Hier. Kijk dit plaatje. Ik kan niet download this picture doen. Nog groter. Wat zie je hier? Er zit een dingetje doorheen, dan moet je even negeren. Maar dit is dit Franciscus of Johannes Paulus II? Maar goed. Die heeft in zijn hand een kruis met een mens erop. En dat kruis is tevens het symbool van het communisme. Nou, dan gaat nu gelijk gaan bij jullie de alarmbellen af. Want dan ga je tegen me zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Want het meest favoriete staatsvormelijke idee van de paus, dat was toch fascisme?
En nu ga jij mij vertellen dat communisme ook van de paus is? Nou, ik val van mijn kruk. Ja, dat is jouw probleem. Het is wel zo. Fascisme, communisme en die democratie zoals we die nu hebben. Van stem maar voor links of voor rechts. Dan heb je gestemd en ben je medeplichtig. Nou, democratie, fascisme, communisme, corporatisme. Heb je nog meer ellendige staatsvormen? Oligarchie. Wat ze in Argentinië hadden. Argentinië, dat zei ik in de vorige uitzending, dat is zilverland. Want Argentinus of zo, dat is een element, dat is zilver. Argentinië is zilverland. Ja, dat zei ze. Nou, de antichrist, waar komt hij dus vandaan? In het Oude Testament, daarin wordt gesproken van de komst van hem, met een hoofdletter H. Dat was Christus Jezus. Dat was de enig geboren zoon van God. Hij is onbevlekt ontvangen. Dit heet dogma of paradigma. Hij is voor ons gestorven, of zijn lichaam is gestorven. Want hij is eerst gestorven en toen weer opgestaan. Dus ja, hoe dood was hij eigenlijk? Hij is voor onze zonden gestorven aan het kruis. Dan kan je er eeuwen over gaan debatteren of ze in die tijd wel of niet YouTube hadden. Want waarom hebben we geen filmpjes? We hebben geen filmpjes van de maanlanding bijvoorbeeld, maar dat is heel verklaarbaar. Een filmpje van Christus Jezus hebben we niet. Echt niet. Een geboorteregister. Dat kan net zo goed nagemaakt zijn. Dat is ook niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat je accepteert dat God zijn enige zoon gestuurd heeft om voor jouw zonde te sterven aan het kruis. Die gedachte, dat idee, idea heet dat op zijn Grieks, die vorm moet je zeggen, die is heel belangrijk. De mens die zichzelf opoffert. En dan niet in de strijd door te vechten. Nee, je laat jezelf gewoon aan een stelletje planken spijkeren. En je zegt, Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Een heel erg belangrijke gedachte voor iedereen. Dat er een mens was. Of dat de mensen dachten dat er een mens was. Maakt niet uit, hè? De mensen dachten dat er een mens was. En die offerde zichzelf op om niets. Hij was niet boos op de Palestijnen of de Filistijnen of de wat van Stijnen ook maar. Goldstein, Silberstein. Hij was niet boos. Hij liet zich vrijwillig aan het kruis spijkeren. En daarmee was hij de ultieme. En het einde van de katholieke kerk. Want de katholieke kerk, dat is gewoon Babylon. By the way. Niets meer dan dat. Het is Babylon. Het vrouwenverering. Maria-verering, Fatima-verering,
Ken je nog Heilige Maria, moeder van God? Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Katholiek gedicht. Daar gaat het helemaal niet om. Die viespeuken, waarvan deze kerel dan de... Is het nou... Is dat Franciscus? Maakt niet uit. Het zijn allemaal idioten, hoor. Het is echt slecht. Dit is de antichrist. Die heeft de gedachte, het woord, de logos van Christus Jezus binnenste buiten gedraaid. En er een vies dingetje van gemaakt. En dan maar doorgaan met de bommen op Irak. Dat heet de antichrist. En Christus Jezus heeft nog nooit een bom op Irak gegooid. Hij heeft ook niet gezegd van... laat de bommen tot mij komen en dan gooi ik ze op Irak. Maar deze lui wel, hè. Schande. Zij bezoedelen het huis van mijn vader. Zij bezoedelen jullie families, jullie gezinnen. Je krijgt onzin op tv. Alleen maar om je gezin kapot te maken. De paus, die je dus hier in beeld ziet, die beweert dat hij de plaatsvervanger is van Christus Jezus. Nu, via een geheim recept worden dit soort mensen gekweekt. In The Lord of the Rings heb je van die orks. En dat zijn dan gemartelde elfen. En die worden uit de klei omhoog getrokken. Ja, klei, kijk die film er nog even op na. Via een bepaald proces maak je een ork. En hier zie je een ork. Dit is helemaal niks. Christus Jezus heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarmee zei hij: jullie ook. Akels. Nee, dat zei hij niet, want Christus Jezus sprak geen Amsterdams. Hij was wel heel serieus. En hij bleef met zijn tengels van de dames af en dat soort dingen. En vertelde over hoe het is om te leven in het huis van jouw vader. En dat is het koninkrijk der hemelen. Als je daarin binnen gaat, ben je van deze meuk af. Want het slaat nergens op. Deze uitzending van Tom Fraes. Je ziet het nu, hè? Tom Fraes. Fries, zeggen wij. Hè? Fraes op zijn Amerikaans. Exposeert... Ja, de Global Vatican. De Global Vatican, dat is een boek van Rooney. Dat is een insider. Die zelf vertelt van hoe het zit. Hier kan je het ook zien. Rulers of Evil. Het is wel in het Engels, maar. Dit kan alleen maar ontstaan zijn omdat Christus Jezus. Oh, dat is het Franciscus dus. Hier, nou zie je het. Hè? Pope Francis, de Fox. Dat is een mooie newsletter die besproken wordt door Tom Fraes. Ik zou hem afluisteren.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Een ongewaarschuwd mens staat alleen. Echt verschrikkelijk. Wat de Jesuit instructions, de geheime Jesuïtische aanwijzingen, instructies. Wereldwijde infiltratie. En overheersing. Oh, ik klikte op klik. Ja, dat had ik niet moeten doen. Het is verschrikkelijk. Behalve als je beseft wat de waarde is van het woord. En dat dit eraan te komen stond. Het stond al in de Bijbel. Je had alleen maar je Bijbel hoeven lezen. Helemaal tot aan het laatste stukje. Nou had je het geweten. Dan was je van tevoren gewaarschuwd geweest. Maar goed, jullie hebben de Bijbel niet gelezen. Dan weet je het dus niet. Ik had op een dag, jaren terug, dat is 11 jaar terug, had ik mormonen op bezoek. Die wilden evangeliseren. Ach, moet je vooral bij mij doen, want ik ken mijn Bijbel vanaf mijn 12e. Dus ik ben immuun voor evangelisme van wat een hoek, wat voor een kant of hoek dan ook. Ik heb gewoon mijn Bijbel. En die begrijp ik zelf heus wel, hoor. Maar goed, ik dacht van, kom op, jullie willen zo graag. Hè? Kom maar langs. En ik had een kantoortje. En dan zaten ze met z'n drieën. 3-1. Ik vind het eigenlijk, dat maakt ook niet uit. En dan vroeg ik aan die mensen, wat is voor... Oh ja, ik vroeg als eerste, kennen jullie het begrip de antichrist? En dan gingen ze knikken. Dus dat kenden ze. Ik dacht, mooi. En wie is volgens jullie de antichrist? Of moet hij nog komen? Nou, volgens die mensen was de antichrist al lang gekomen. Ik zei, oké. Gaat de goede kant op. En wie is het dan? Het Vaticaan. Dat weten die mormonen ook. Die mensen van het Boek van Mormon. En die kerk heet eigenlijk de kerk van Jezus Christus. En die mensen heten de heiligen van de laatste dagen. En zij lezen het Boek van Mormon. Ik heb het ook gelezen. Ik heb het hier in mijn huis. Zij weten het ook. Wat ze niet weten is dat hun geloofsidee, dat is gesticht door Nietzsche Smith. Joseph Smith. Dan heb je nog een man, die heet Brigham Young. Ja, dat waren vrijmetselaars, hoor. En dus van de katholieke kerk. Ja, en dan komt dus de grote grap. Want die mensen, die gaan er op een dag achter komen dat hun boek, hun geloofsbeweging van de antichrist is. Terwijl het enige dat telt, dat is de Christ. De Christus, de gezalfde. De enig geboren zoon van God. Tot nu toe, want hij komt terug. Het punt met die antichrist is dat niemand in de gaten heeft, behalve dan die mormonen en nog wat andere mensen, zoals mijn Leuvense vriend. Niemand heeft in de gaten dat hij er is.
Dat betekent dat Christus Jezus nog niet kan terugkomen. Want je kan het lekker op je buik schrijven dat hij voor de tweede keer aan een kruis gaat hangen. Fool me once, en dan is het shame on you. Fool me twice, shame on me. Wij moeten beseffen dat die antichrist er is. En wij moeten doorzien wat hij doet. Als je dat doorziet, is er niet zoveel aan de hand. Heb uw naasten lief. Heb uw vijanden lief. Als je in die rust komt, en die komt alleen van Christus Jezus, niet bij de vrijmetselarij, niet van videogames spelen en de 130ste aflevering van Game of Thrones te gaan zien. Daar word je alleen maar opgewonden van. Mag je doen hoor. Zelfs te adviseren zo af en toe. Maar voor de rest is daar niks te vinden. Je vindt het alleen in Christus Jezus. En als je dan afvraagt van hoe komt dat dan? Nou, dan moet je de Bijbel gaan lezen. Dan moet je het gewoon echt gaan doen. Koop een Bijbel. Dat kost je €13. Nee, $13. Of, dat is bijna niks. En dan heb je een echte Koning Jacobus Bijbel. In het Engels dan. Of neem een NBG erbij. En je, als je een Bijbel hebt, dan moet je ook een pen hebben of een potlood. En dan moet je dingen onderstrepen die jij belangrijk vindt. Want in de Bijbel staat ook iets voor jou. Ik heb er ook een hoor, die helemaal ondergeklad is. Geen kanttekeningen, maar streepjes en uitroeptekens. Dit vind ik mooi. Dit vind ik ook. En de Bijbel, dat is de consensus. En de Zoon van God is geweest. Hij heeft ons verteld dat wij ons niet schuldig hoeven te voelen. Want hij is gestorven voor alles wat wij gezondigd hebben. Niet voor onze fouten. Fouten, dat is geen enkel probleem. Maar ja, ik heb een fout gemaakt. Ja, je had de verkeerde OV-chipkaart bij je. Nou, stom. Dat is een fout. Maar je zonde, daar gaat het dan. En Christus Jezus heeft dat netjes gezegd. Ik ga zo dadelijk heen. En jullie houden op met zeuren. Goed begrip. Het is een heel erg verhelderend geloof. En daarmee het meest gevaarlijke geloof voor de mensen die graag de baas willen spelen. De archisten, moet je zeggen. De archons, de heersers. Die willen de baas zijn. En houden niet van anarchisme. Dus dat je als mens zegt, ik heb maar één heer. En die heet Christus Jezus. En voor de rest kan iedereen de pot op. Het is het geloof wat je helemaal vrij speelt van priesterbezoek, belasting betalen. Je bent er gewoon helemaal klaar mee. En zo hoort het ook. Verzamel jezelf geen schatten op deze aarde. Ik weet nu die Bijbeltekst niet. Nou,
voor de gein. Ik probeer het gewoon. Dan kun je met me meekijken. Verzamel. Je. Geen. Schatten. Op aarde. Even kijken hoor. Welke? Dan pakken we de King James erbij. Matthäus 6. 19. Ja, die heb ik gedaan met Jörg Liesman. Matthäus 6. 19. Matthäus 6 en 19 tot 21. Oké, okay, let's go. Hoppa. Ja, hier begint het dus. Die heb ik helemaal gedaan met mijn vriend, mijn Leuvense vriend. Maar we skippen even door naar 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Dus 19 tot en met 21 en het hele boek Matthäus, het hele hoofdstuk 6, dat is prachtig. En het brengt je terug naar wie je bent. Namelijk, je bent een kind van God. Je bent geschapen naar zijn evenbeeld. En je bent omringd met mensen die hun schatten verzamelen op deze aarde, waar dieven binnenbreken, inbreken en stelen. Dat doen de meeste mensen. Bankrekeningen, pensioenen, verzekeringen, collateral debt obligations. Dat is niet onze wereld, mijn lieve broeders en zusters. Wij hebben daar in essentie niks mee te maken. Zoals Christus Jezus zei, geef alles maar weg. Doe afstand van je bezit. Dat gezeur over. Mag een mens wel privé-eigendom hebben? Nou, dat is helemaal niet belangrijk. Van die communisten. De paus, die zegt dat. De paus die draait uit binnenste buiten. Die zegt, ja, Christus Jezus heeft al gezegd, geef alles weg. En de paus die zegt dan, nou geef het maar aan mij. Als je er even over nadenkt, is het eigenlijk gewoon een geniale grap. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om van dat jij je privébezit af moet staan aan de paus. Nee, Christus Jezus zei, geef het weg. Niet aan de paus of zo. Doe afstand van je bezit. Dat is een beweging in je hoofd. Als ik het mag verbeteren, en ik weet niet of dat mag, dan zou ik eraan toevoegen. Eigendom is niets meer dan verantwoordelijkheid. En dus hoort daar zeggenschap bij. Jij hebt een land gekregen.
dan moet je wel dat land gaan verbouwen. Of laten verbouwen. Worteltjes, uien, aardappels. Ja, lammetjes. Je moet wat doen met dat land. En dan is het jouw land. En dat is voor altijd van jou. Jij bent er voor altijd verantwoordelijk voor. Ja, net zolang totdat je lichaam het niet meer kan doen. Maar goed, dan vervalt dat land weer aan wat anders. Maar dan heb je een nieuwe verantwoordelijke. En die is verantwoordelijk voor dat land. En die noemen wij de eigenaar. Dat is niets meer dan verantwoordelijkheid. Snap je wat ik bedoel? Ook al heb jij 34 Rolls Royces. Je bent alleen maar verantwoordelijk voor die Rolls Royces. Meer niet. Het zijn jouw spullen niet. Want alles is van de Vader. Met een hoofdletter D en een hoofdletter W. De Lord, Lord. De Heere, Heere. Van Hem is alles. En Christus Jezus heeft daarvan verteld. Hecht je niet aan bezittingen, hecht je niet aan geld. Hecht je niet aan je mooie vrouw, hecht je niet aan je... Wat heb je nog meer? Zelfs aan je kinderen moet je je eigenlijk niet hechten. Die moet je ook maar gewoon laten gaan. Dan loopt het beste af. Je hebt je eigen wandeling door deze aanwezigheid. En wandel gewoon. Oordeel niet. Ook niet over jezelf. Het niet nodig. Kan je begrijpen hoe krachtig je wordt als je dat goed beseft? Op de goede manier en goed beseft. Duidelijk beseft en snapt dat dat goed is. En dan lossen we die hele meuk op. In de Bijbel staat, in het boek Openbaring, dat als de antichrist er is, dat daarna, dat er dan een oorlog komt, een Armageddon. En dan komt Christus Jezus terug. Ja, de rest, ik weet het niet precies. Ik ben niet zo'n ontzettende Bijbelkenner of zo. Maar zo ongeveer komt het daarop neer. Dus als jullie je nou gaan beseffen dat de antichrist er al lang was. En je had het niet in de gaten. En je hebt gewoon meegedaan met die kindernet porno. Zoals Game of Thrones of Holland's Next Top Model. Allemaal dingen die er helemaal niet toe doen. Als je dat beseft, als dat en masse gaat komen, komt Christus terug. Het kan niet anders. En dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Dus die antichrist, die fijne paus. Ja, dat moest dan maar. Voor eventjes. En toen was het leuk geweest. Toen kwam Christus Jezus terug. En toen zagen wij de geiten. En de bokken of zo. Het onderscheid. Heel belangrijk hoor. Ik vind het ontzettend mooi om mens te zijn. Dit klinkt gek misschien. Ik heb krokodillen bestudeerd via internet. Van die YouTube filmpjes. En dan kan je naar krokodillen kijken. Ik denk, nee. Dit heb ik helemaal geen zin in. Ook
van die roofvissen. Meren vallen en snoeken. Mollen, ik vind het ook helemaal niks. Pa! Een mol die eet de hele dag wormen. Ik! Ja, niet dat ik veel eet, maar af en toe wel een patatje met meerneers of beaneers. Ontzettend mooi om mensen te zijn. Dat zouden jullie ook moeten vinden. Nog veel meer dan je doet. Want je hebt maar één leven. Reïncarnatie is een leuke gedachte. Ja, totdat je geboren wordt. Het is een poëtische uitspraak. Ik weet waar ik het over heb. Je hebt maar één leven. En dan moet je alles uitpeuren. Wat er maar uit te peuren is. Je moet jezelf zien als een mijnwerker. Je moet de mijnen in. En je moet het goud naar boven halen. Of de steenkool. En aan het einde van de rit, dan mag je de mijnschacht uit. En dan is het maar te hopen dat je genoeg verzameld hebt. Dat is jouw leven. En niemand helpt jou daarbij. En niemand is de naam van, is één van de namen van de Heer. Niemand. God bestaat niet. Die frase. God bestaat niet. Is een semantisch incorrecte zin. Om nog maar te zwijgen over de zin God bestaat. Die is semantisch ook incorrect. Niet correct. God bestaat niet, God existeert. Dat is ook precies de reden waarom Hij, dus God, eeuwig is en was en zal zijn. Omdat Hij niet existeert. Hartstikke fijn dat jullie hier naar geluisterd hebben. Ik ga een afronding maken. Dat zal ik als laatste nog even laten zien. Even over nadenken hoor. We hebben het gehad over het Vaticaan, over de antichrist, die aangekondigd stond in de Bijbel, die er in die tijd al was. En wij zaten gewoon lekker naar homonet porno te kijken of zo. En dachten van, yeah, zo is het ook leuk. Als wij ons daarvan bewust worden, dan gaat er iets veranderen. En wij pakken die lui, die even eens terug. Nee, dat ga ik niet. Zo. Foto van die man, waar zit hij nou? Eén seconde. Ja, dan flipt hij weer weg. Oké, nou is hij weer in beeld. Oh, wat nou weer? Ach. Die computers zijn zo snel aan. Kijk maar, deze man. Oh, dan gaat hij weer. Ja, dat. Oh, maar dit is de NSA. Die zit. maar dat wordt hem helemaal niet. Dus dat wordt een hele grote crash die we zo dadelijk gaan krijgen. Ze hebben die kinderen niet onder controle. Mijn dochter bijvoorbeeld.
Die drinkt geen alcohol. Ze is al 17. Rookt niet. En vindt het helemaal niet erg om iets te eten zonder vlees. Dat vindt ze zelfs lekker. Vanuit haarzelf. Mijn kind gaan ze never, nooit niet onder controle krijgen. Haar vriend is een free runner. Dat is een sport. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon zo, ja, stel dat je jongens doen dat dan. En dan hol je gewoon over trappen, trapleuningen, muurtjes. Je springt omlaag, je springt omhoog en holle, 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 holle. Run, 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 baby, run. Daar krijgen ze nog een harde dobber aan. Want ik vertel mijn kind gewoonweg hoe het zit. En zij leest, ze heeft al iets Bijbel gelezen, dus goed, dat begin zit er al in. En zo dadelijk ga ik heen natuurlijk. Ik ben 40 jaar ouder dan dat geweldige mens. Die geweldige mens. Ja, die zou ik zeggen. En zij heeft mij beloofd dat ze uiteindelijk heus de Bijbel zal lezen. Doe het. Jullie ook. Je moet het snappen. Het is de consensus van de mensheid. Het is de enige remedie tegen de antichrist. Bestudeer het maar. Echt, besteed er je tijd aan. Oh, en deze man, en dan sluit ik echt af. Stond hij nou? Barry Chemisch. Barry Chemisch. Dat is een Jood. Wat zegt hij nou? Je blijft maar even kijken hoor. Dit is echt een uitzending op leven en dood. Hè? Waar zit Barry Chemisch? Barry Chemisch. Deze is ook. Dit is toch Bennett. Richard Bennett. If you would like a free newsletter on this or other subjects, just give us a call at Christian Answers. Phone number is area code 512-218-8022. That's 512-218. Yeah, he's starting. Richard Bennett. En dit is zijn website. www.bereanbeacon.org. Hello, this is Larry Wessels, director of Christian Answer in Austin, Texas, Christian Debater Ministries. I'm pleased to introduce to my audience a dear brother in the Lord, Richard Bennett, director of Berean Beacon Ministries, an outreach to Roman Catholics. It's great to be here, back. Ja, prachtig. Luister maar. Er zijn heel veel christenen, er zijn heel veel zachtmoedige mensen. En wij zijn de erfgenamen van deze wereld. De Heere heeft deze wereld geschapen om zachtmoedige mensen te creëren. En die eikel, dus de Heere, dit mag ik gewoon zeggen. Ik kan de Heere toch niet beledigen. Maar die eikel heeft ons een vrije wil gegeven en gevoelens van lust. Van lekker eten en die andere lusten ook. Vleeselijke lusten. De bedoeling is dat daar de zachtmoedigen van overblijven. Een soort recept.
Degenen die niet zachtmoedig zijn, die hebben geen andere keuze dan zichzelf in te metselen. Achter dikke muren te gaan zitten. Zoals in Zwitserland. Met kanonnen. Ja, als ze eraan komen, dan schieten we ze allemaal. Ja. Dat heeft niet zoveel zin. Terwijl de zachtmoedige mens, die heeft helemaal geen muren nodig. Die is niet bang. De zachtmoedige mens, die weet dat hij de erfgenaam is. Eén van de erfgenamen van deze wereld. Dus, waar hebben we het over? Je woont in het huis van je vader. En meer niet. En dat mensen in Zwitserland, beknonnen en al het goud en de Bank of International Settlements, die zit in Basel, hè? De BIS, de BIS. Ja, het goud is allemaal van ons. En nou en? Dan gaat het weg met je goud. Daar gaat het toch helemaal niet om. Om goud? om je tanden? Je hebt een rotte tand of zo? Dan maak je een gouden tand. Je kan nog elektriciteitsverbindingen maken met goud. Mensen vinden het lekker zwaar, dus van die. Die vrouwen die willen een zware ketting, dus dan geef je een gouden ketting. Maar goud is niks waard. Wij zijn iets waard. Wij zijn de waarde. En dat gezeur ook van, ja, we staan allemaal te boek als activa. En dan kan onze heerser, in ons geval Willem-Alexander. Ja, die kan dan krediet krijgen, want hij heeft meer medelanders. Ja, inderdaad. Mensen is het enige waar het om gaat. Mooi, hè? Nog een keer. Inderdaad. Mensen is het enige waar het om gaat. En op zijn hamburgers, geer zagen, tjus. En dag, liefers.